Nou, dat was een storm in een glas water. De speech van Geert Wilders op Ground Zero. Een domper ook voor de tegenstanders van een rechtse coalitie. En zij reageerden dan ook teleurgesteld op Twitter. Slappe teksten voor Geert zijn doen. Hij wil regeren en nu niet provoceren. En daar zijn we mooi klaar mee. De kans op knetterrechts neemt toe. Al dus Ineke van Gent van GroenLinks. Zij had liever gezien dat Wilders een Koran in de fik had gestoken zaterdag. Ja, zo zie je maar weer eens dat politici vaak niet reageren vanuit menselijk gevoel. Maar gewoon kijken ze naar van valt er politiek voor mij wat te winnen, ja of nee. Nou, het boeit Ineke van Gent dus absoluut niet of er nou moslims gekwetst worden, ja of nee. Nee, het was voor haar eventjes politiek niet zo handig. Het kwam niet zo uit. Het bleef namelijk rustig in New York. Kijk nog maar eventjes. Hij hield het vooral bij protest tegen de geplande moskee. We must draw the line. So that New York, rooted in Dutch tolerance, will never become new Mecca. Alleen Maxime Verhagen reageerde. Wilders sprak op persoonlijke titel. De Nederlandse regering hecht, net als die van de Verenigde Staten, aan het respect voor de vrijheid om te geloven of niet te geloven. Voor iedereen, overal ter wereld. Naar aanleiding van de speech hebben wij Twitter even in de gaten gehouden. En we kwamen alleen zaterdagavond al op 15 bedreigingen aan het adres van de PVV-leider. Ik citeer er even een paar. Wie schiet Wilders neer? Please, please. Ik hoop dat Wilders een kogel door zijn kop krijgt. Dan zou ik nog lachen ook. En ik zou het niet erg vinden als Geert Wilders een kogel door zijn kankerhoofd schieten. Ja, strafbaar of niet? Nou ja, het klinkt in ieder geval niet erg fris. We herinneren ons allemaal nog Bert Brussen, de Bert Brussengate. Dat is de blogger van Geen Stijl die zo'n dergelijke tweet citeerde op zijn eigen website. En daarvoor nog steeds vervolgd wordt. Ja, de grote vraag is natuurlijk wat er gebeurt nu met deze 15 bedreigingen. In ieder geval gingen we eventjes langs bij huisvriend en jurist, advocaat Hiddema, om te horen wat hij ervan vond. Er is er niet één strafbaar bij. Het zijn allemaal particuliere verzuchtingen van de betrokken van hemel, waar blijft die kogel? Laat er nou eindelijk iemand zitten. Hè? Particuliere verzuchtingen? Wat doet het van, mensen die niet zelf het initiatief nemen en dus niet aankondigen, ik ga Wilders doodschieten. En wel hier en hierom. Nee, er spreekt een diepe verzuchting uit van die mensen. Laat een ander het in hemelsnaam opknappen voor mij. Nou, goed nieuws voor Bert. Je kan dus blijkbaar ver gaan. Het mag allemaal goed, dit vindt Hiddema ervan. Er zijn ook andere geluiden te horen over deze bedreigingen. Luister maar eens eventjes naar de linkse oproerkraaier Thomas von der Dunk. Je moet niet zeuren als je zelf je in een bepaalde rol begeeft waarbij je ook zelf bereid bent om eventueel geweld te gebruiken. Ik bedoel, een van de organisatoren van die 11e september... Van die organisatie, de oprichter, heeft zelf min of meer opgeroepen tot moord op moslims. Ja, dan moet je niet zeiken. Ja, Geert Wilders moet niet zeiken. Hij heeft het allemaal over zichzelf afgeroepen. Ja, en om het nou eens eventjes in het kader te plaatsen, ben ik vanmiddag nog eventjes langs geweest bij de persofficier. Toevallig heet hij Wouter Bos. Hij heeft ook te maken met het team bedreigde politici. En ik vroeg hem, ja, hoe zit dit nou? Wanneer kun je nou aangifte doen en wanneer niet? Nou, hij vindt eigenlijk dat Geert Wilders sowieso aangifte moet doen van deze 15. Er worden per dag, om de dag wordt er één politicus in Nederland bedreigd. Geert Wilders is veruit de meest bedreigde. En dus zegt hij, ja, als je je werk goed wil kunnen blijven doen, wat je ook van hem vindt, Geert Wilders moet aangifte doen. Dankjewel. Zometeen in het...